FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Piet Klerks. Van Gassel. Alle minuten meegemaakt dit seizoen, de doelman van Excelsior. Net als zijn collega-keeper Jeffrey de Lange en Milan van Ewijk. Enige veldspeler zonder gemiste minuten. Azarkan. Driewesch. De voorzet richting Lamprou. Die legt hem klaar voor Van Duinen. En Van Duinen vindt de speler van het jaar in Volendam op zijn weg. Filip Stankovic. Die uitverkiezing. Een luister bijzet. Lamprou. Volgende werk voor Stankovic aanstaande. Dit is iets eenvoudiger. Eind december, de 23e om precies te zijn, van 2020 maakte Mike van Duinen zijn laatste goal in de Eredivisie. Hier weet hij goede ruimte te vinden, maar recht op Stankovic af. Antonucci. Douiri. Orestanio, dat is wel heel makkelijk wegdraaien. Nou, Jacobi de volgende die hij tegenkomt. Orestanio. Van Michem komt hier het eerste gevaar van Volendam. Jazeker! En dat is gelijk trefzeker gevaar. Van de linker van de topscorer. Van de Wijdbroeken. Prima dribbel. Al ging dit wel heel eenvoudig. En daarna staat Van Michem vrij. En die blijft vrij staan. En die krijgt hem ook. En die schuift hem. Ik denk nog via de hak van Driewesch binnen. Ja, wordt licht getoucheerd waardoor Van Gassel er niet meer bij kan. Hier is hij weer, Van Michem. De hoek is lastiger en dus geeft hij hem maar voor. Antonucci, Merkin. Alle tijd om uit te halen, recht op Van Gassel af. Daar had Merkin zijn eerste Eredivisie goal moeten maken. Heiting, die is te laag. Maar het wordt weer een corner. Nu een keer een variant. Via Merkin, Heiting, chippen. En daar is Orestanio. Spectaculair, maar niet hard genoeg. Dus te pakken voor Van Gassel. Antonucci, Orestanio aannemen en in het zijnet. Wat een kans weer voor Volendam. Wat een kans voor Gaetano Orestanio. En bij Excelsior zijn ze vorige week gestopt met voetballen, heb ik het idee. Na de handhaving. Mirani. Orestanio. Overtreding, denk ik. Nee, niet. Voordeel, dat kan ook. En op het hoofd van Piri. Van Gassel, ja. Ook dat nog. Dat kon niet uitblijven, een tweede Volendamse treffer. Maar dat hij op deze wijze ontstaat is tamelijk curieus te noemen. Heel veel bewieren ook dit seizoen. Stijn van Gassel. Hier met een ketser van je welste. Maar goed, als je dan toch een keer een ketser moet maken. Dan maar in de laatste wedstrijd van het seizoen. Oh, Lamprou. Ja, hier is het ook de laatste speelronde voor. Voor dit soort acties. Ter vermaak van het publiek. Voetbal speel je altijd voor de toeschouwers. En ook al staat Excelsior 2-0 achter. Zo voor het uitvak. Is dit heerlijk? Slordigheidje Merkin. Sterk gedaan door Twicht. Hard, maar fair. Al is Dijkhuizen daar niet mee eens. Merkin. Antonucci. Antonucci dreigen en hem schitterend binnenkrullen.
Ja, het talent van Francesco Antonucci is onmiskenbaar. Alleen heeft het zo weinig kunnen uiten dit seizoen. Fysiek. Vaak in de problemen, maar als hij fit is en kan toveren met dat rechterbeen, dan is het genieten. Geel is er ondertussen voor, ik denk, Dijkhuizen. Rood zelfs. Nou, dan is het denk ik niet voor Dijkhuizen, maar voor Ronald Graafland. Die ook stond te voeteren. Omdat de ingreep van Twicht in de ogen van de bank van Excelsior buitensporig was. Dat laat je je soms kennen, hè. Dit is beauty. Want deze is echt heerlijk. Francesco Antonucci. Die hem schitterend binnenkrult. Vaak de nul gehouden dit seizoen. Stijn van Gassel. 8 keer maar liefst. Slechts 3 Excelsior keepers deden dat beter in het verleden. Maar nu moet hij vissen in Volendam. Al 3 keer in een half uur. Excelsior naar Ibiza geweest om de handhaving te vieren. Maar het zit bij sommigen nog duidelijk in de benen. Twicht. Zeefuik, Twicht, Orestanio. Alle tijd en gelegenheid weer om die bal voor te geven. Zeefuik verlengt en weer niet de eerste van Murkin in de Eredivisie. En weer had hem dat wel moeten zijn. Het is allemaal toevallig hoe die bal bij Murkin komt. Maar dan moet hij hem van zo dichtbij in het hoekje tikken. En vind dan Drioes. Azarkan. Blijft knap op de been, Azarkan. Lamproe. Dit moet hem dan zijn voor Excelsior. En het is hem ook. De eerste uitgoal van 2023. En de eerste goal buiten Rotterdam. Sinds 29 oktober voor Excelsior. Ook toen was de maker Lamproe overigens. Heiting wijst wel, maar niemand pikt Lamproe op. Die krijgt alle tijd om Stankovic te passeren. En dit is, om te beginnen, een doekje voor het bloeden. U bent niet beland in een reclamespot van de lokale VVV. Onze drone heeft over Volendam gevlogen. Van Duinen. Een tweede Excelsior treffer. Had hij moeten kunnen komen. Maar Van Duinen probeert het met een puntertje. Stijn van Gassel. Keepte alle minuten dit seizoen. Maar mag dat niet voltooien. Een half uur voor tijd maakt hij plaats voor de man die wel keepte in het bekertoernooi. En in de keukenkampioen-divisie heel veel minuten maakte. Orestanio. El Kadiri terug naar Orestanio. Dat is te kort, maar hij krijgt hem alsnog mee. Orestanio. El Kadiri. Ulcik staat klaar. Ulcik staat klaar om hem het stadion uit te kegelen. Het is dat het scorebord er hangt. Garcius, Azarkan. Garcius. Agrafiotis, de paal en de goal. 3-2. En zo wordt het nog echt een spannend slotkwartier. Lekker balletje van Azarkan. Om het open te breken. Dan wordt er niet bepaald heldhaftig ingegrepen. Tik Stankovic hem eerst nog tegen de paal. Maar daarna is er geen houden meer aan. 3-2. Azarkan draait hem in. Verlengt en dan valt hij goed voor. Ja, voor wie eigenlijk? Voor niemand toch? Of toch? Ja, toch. Baas. Nee, ja, nee. Stankovic strafschop. Voor Excelsior. En het is Ulcik die Baas tegen de schenen schopt. Het stond 3-0 na ruim een half uur. Het staat nog steeds. Nee, het staat 3-3. Dan wil je je zin afmaken, maar is er een rebound en gaat hij er alsnog in.
En al het goede werk voor niets van Stankovic. Vanuit Kralingen. Stankovic pakt de pingel van Garcius. Agrafiotis is doorgelopen en dan is het denk ik officieel een eigen goal. Maar is er te vroeg ingelopen? Dat kan natuurlijk ook nog. Te vroeg ingelopen. En dus toch de redding. De nummer 7. Maar Van Michem ook. Afgelopen. Volendam verslaat Excelsior in het slotstuk van dit Eredivisie seizoen.